Niet schrikken. Nee, mijn dopje ligt nou op de kast. En nou achter de koelkast. Op mijn kanaal. Mijn naam is Maries Visser. En wat wij vandaag gaan doen is een DIY. Oftewel een do-it-yourself. En we gaan dus vandaag glas maken. Het kan zijn dat je nu denkt, oh, maar dat heeft Pieter van 7 jaar of 8 jaar of weet ik hoe jong ze is ook gedaan. Ja, dat kan kloppen. Daardoor ben ik dus ook geïnspireerd geraakt om deze video ook te maken. Maar dan misschien ietsjes duidelijker uit te leggen. Of op mijn stijl te presenteren. En om het zelf ook te doen. En ja, om het ook gewoon aan jullie te laten zien. Had ik al verteld dat we eetbaar glas gingen maken? Ik ga jullie eerst even uitleggen wat de ingrediënten zijn. Nou, wat je nodig hebt voor mijn portie. 100 gram suiker. Ik heb bruine suiker, maar je kan gewoon witte suiker gebruiken. Dat is wat je officieel nodig hebt. Ik heb 40 milliliter kornsirup. Dat is dit spul. Je kan het niet bij een normale supermarkt kopen. Bij sommigen misschien wel. Ik heb het van een Aziatisch winkeltje bij Den Haag. En je moet 40 milliliter water hebben. En als je dus meer wilt, moet je dus het dubbele hiervan alles hiervan nemen. En als je het driedubbele wil, moet je het driedubbele. Oké, we gaan dus nu de pan op het vuur zetten en dan moeten we dus alle dingetjes gaan mixen met elkaar. Kijk jongens, ik heb dus stickertjes op mijn telefoon geplakt en nou heb ik een coole stophouder op mijn telefoon. Oké, niet grappig. Mijn trucje, grapje. Mijn mama denkt grappig te zijn. Oké, we gaan dus nu alle spulletjes in de pan doen en dan moeten we het gaan mengen. Niet in de fik alsjeblieft. Nee, dat doet het niet hoor. Nu moeten we dat dus gaan mengen. Het wordt warm boven het pannetje. Nu moet ik dus doorroeren tot het suiker dus helemaal is opgelost. En dat is al bijna. Dit kokende spul moet dus nu 10 minuutjes door blijven koken. Oké, het mengsel heeft dus net 10 minuutjes gekookt. En dit is dus een trucje dat ik in die andere video dus ook heb gezien. Ik zal hem wel eventjes linken hier in zo'n infocard. Het trucje is dat ik hier heb ik een glas met water. En ik heb hier een vork of een lepel, wat je zelf wilt. Dan pak ik dus een beetje van dit. En dan laat ik het dus in het glas druppelen. En het gaat nog naar beneden toe. Dus nu is het nog niet helemaal goed. Dus laat het nog heel eventjes doorpruttelen. Nou jongens, we wachten en we wachten. En we verbranden onze vingers al. Hier, deze helemaal rood geworden. Oké, we zijn weer een tijdje later alweer. En we gaan dus weer testen of die eindelijk goed is. Oké, het wordt dus hard. Kijk jongens, het wordt dus nu hard. Dus het is nou goed. Dus wat we dus nu gaan doen, nu het hard is, kunnen we het eventjes gaan proeven en uit het glas halen. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld een stukje glas. Zo, Jorre. Je zit in de sperma zaken zitten. Jongens, dat staat op. Zitten. Wat we dus nu moeten doen is dat we het in een ovenschaal moeten gieten en dan moet het lekker de vriezer in. Dea is ook erg leuk als ze zo is. Oh, hier heeft ze nou depels? Wat ja, grappig. Het is een vrouwtje. Dat zei er. Oké, we hebben het dus nou in de ovenschaal gedaan. En het is dus uitgesmeerd. Zoals jullie hier kunnen zien. De ovenschaal laten we even afkoelen. Daarna gooien we hem in de vriezer. En dan zien we jullie morgenochtend weer als we het glas gaan uittesten. Tot morgen. Oké, jongens, het is dus nu de volgende dag. Het is nu maandag, denk ik. Ik heb een ochtend gezegd. We gaan hem nu uit de vriezer halen. Oké, we hebben hier dus het glas. Oh, het is wel plakkerig. We gaan nu proberen het kapot te slaan met een vork. Ik heb er niet veel vertrouwen in. Dit is de glasplaat. Laat het maar proberen kapot te slaan. Ik heb ook een hamer hoor, schat. Oh, nog een hamer. Oké, we hebben dus nu een hamer gepakt. Aangezien het niet zo heel erg goed lukte met de vork. Eén keertje. En daarna zie je hier allemaal stukjes van een vork wat mislukte. Ik heb vandaag geschoten. Oké, jongens, ik heb het nu kapot geslagen. Ik zal het eventjes laten zien. Het ziet er dus zo uit. Hier heb je bijvoorbeeld een glas scherp. Ik denk dat we even moeten kijken of het scherp is. En of het natuurlijk lekker is. Want dat is natuurlijk ook een van de belangrijke dingen die je altijd moet proeven. Best scherp op zich hoor. Dat zal wel. Oké, ik ga het dus nu proeven. Ik ga gewoon een stukje afbijten, denk ik. En ik ben wel benieuwd. En heel naar.
zich wel lekker, maar ik denk wel dat het lekkerder is op de manier hoe ik het op mijn vork had. Dus dat je gewoon een lolly soort van aanlikt. Het is wel lekker. Als je een keer op school iets origineels moet uitdelen, maak dan dit. Maar dan in vormpjes of zo en dan zit je een stokje in. En dan heb je zelf gemaakte lollies. Dus mensen, heb jij dit toevallig ook thuis gemaakt? Of had je het al eerder thuis gemaakt? Laat het weten in de reacties. Vergeet zeker geen blauw duimpje omhoog te doen. Laten we gewoon gaan voor de 80 likes. En vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan bedank ik jou voor het kijken naar deze video. En ik zeg later mensen en tot de volgende video. Yo, wat een mooi en welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Marie Visser en wat we vandaag doen, weet een deel. We doen namelijk weer Track My Journal, donderdagochtend 9 uur.